Allemaal cactussen. Al doet het ook een beetje denken aan een stad met flats. Maar belangrijker, dit is niet een foto die Ruud in een cactusbos heeft gemaakt. Dit cactusbos is in de computer ontstaan, van A tot Z. Alles wordt met de hand uitgeknipt en daar vergroot of verkleind en verkleurd soms een beetje aan bewerkt. Het is Ruuds eigen techniek. Ik wil gewoon dat beeld volledig beheersen. En in Photoshop kan dat. Hij doet het ook met gezichten. Ze zien er prachtig uit, maar ook een beetje eng. Dus ik knip ogen uit, ik knip neuzen uit, monden. En die worden gewisseld op allerlei personen. Zodat er nieuwe gezichten ontstaan. Toch blijf je ergens altijd voelen van dat het niet echt is. En dat is dus dat spannende element. En dat noemen ze de uncanny eigenlijk. Op de tentoonstelling houden ook werken die Ruud afkeurde. Zoals deze jongetjes. Hun voeten kloppen niet. Die jochies die staan. En dan lijken ze toch te zweven, weet je, op die vloer, als je er wat langer naar kijkt. En mij gaat dat heel erg storen. Dus dan heeft hij het niet gered. En hoeveel uren ben je hier toch al mee bezig geweest? Ja, ik denk wel meer dan 2 weken. Een meisje in het bos. En het is een jeugdherinnering van Ruud aan zijn jeugd in het Masbos bij Breda. Maar het is zo lief, zo mooi, zo onschuldig, dat je als volwassene eigenlijk ook meteen voelt, dit kan niet voor eeuwig zijn. Breda komt vaker terug. Dit is een stilleven met spullen uit het huis van Ruuds overleden ouders. Zo'n dingetje dat kochten mijn ouders als ze waren geweest fietsen naar Berg aan Zee. En ja, nog een aantal van die dingetjes die ik in principe zelf allemaal heel erg lelijk vind, maar die ik niet weg kon gooien. Ja, goed gezien. Dat is Ruud zelf.